En niet de familie van de Clemens Pepelic. Tenminste, niet om te zien in ieder geval. En dan hier een hele makkelijke dunk. Goed gespeeld door Kuta. Ja, nou zie je ook een beetje die spanning van de bal wilde maar niet in. Er komt die druk ook van die eerste score. Nou, die was er al een tijdje. Nou ja, zo makkelijk kan het eigenlijk zijn om te scoren, denk je dan. Ja. Kokyokaru, ik denk Roemeens, is mijn gok. Is goed gepaast hoor, Collins naar Makwa. Rebound voor Kuta, die zijn lichaam goed gebruikt. Goeie dubbel van Bisa. Maar ja, Makwa die denkt van dichtbij lukt het niet. Oeh, daar was iemand helemaal vrij die naar de basket sneed. En dat was deze man. Staat nog, maar ook 3 seconden. Ja. Maar goed, scheids ziet het niet. Ik blijf erbij dat ik gelijk heb, Wim. Ja, daarom staat er ook nu 2 punten bij AZ natuurlijk. En nu 5. Ja, ja. Oké, okay. Het scoren van AZ. Ja, beslissingen vanuit de scheidsrechters. Wat je denkt van nou, wel, dubieus. Maar Wim, daar heeft het nooit aan gelegen. Samersic. Heel eerlijk, zo spelen ze nu ook hè. Als verloren puppies een beetje. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, dus ja, die knop die moet om. Verslagen honden. Ja, ja, en dat hoeft niet. Want het is een hartstikke goede ploeg. Met goede spelers en goede chemie ook. Dus het is nu echt even weer om het momentum te pakken. Dat kan met zo'n 3 punten bijvoorbeeld gebeuren. Ja, ja, en dus nog een stukje hussel. Een Pekkenkopf die ook eigenlijk nog helemaal niks heeft laten zien deze wedstrijd. En dit is wat hij moet laten zien inderdaad. Een goede assist. En ja, ik denk dat Chaumet ook... En Zwolle moet echt even uit een ander vaartje gaan tappen. Goede paas van Pekkenkopf. Goede helpside ook hier van... ik ben zijn naam even kwijt. Mooie bal hoor. Dickerson die gaat gewoon door waar hij... En Dickerson die gaat hier een 1 tegen 1 verdedigen met Kuta. Ja, ja, zegt, heeft Dickerson niet veel te vertellen. Hij gaat met zijn... Dit gaat voortvarend hier. Ja, dit is een slechte paas van Tim Hoeven. Dit gaat allemaal net goed. En dit is juist een lekkere hele paas goede van cut. Ja. En dan Tim, deze bal moet erin. En die gaat er dan ook in. Lekker stollen. Dit zijn ze waar we het over hebben. Het publiek er even achter. Ja, maar dit is heel goed onder druk gezet door... Spiro Basket en uiteindelijk een hele goede 3 punten van Koen Stoller. Mooie aanval. Ja, openingen kwamen er. Ja, switch op de screen. Summer City. Ja, ja, mooi hoor. Ja, dit is echt gewoon goed gespeeld. Ja. Heath, die leest dat echt perfect. Ja, nu wel. Ja, maar dat had net ook wel een snelle even kunnen zijn. Ja, maar Tim Hoeven besloot om anders te doen. En dan krijgen we hier Collins. Ja, die gaat nog. Heerlijke dunk. Ja. Bam! 30-39 is de stand. Vastbreken en gewoon open schot van Samardzic. Ja, ik had hem er ook in gegooid, denk ik. Een goede tik op gezicht bij Pekkenkopf. Weer zijn neusje. Wel eigen bal weer gered. En dan krijg je zo'n soort makkelijke ballen tegen. Dat is dan jammer. Kuta, tip in. Nou, pak jezelf Zwolle. Zouden wij leuk vinden om te zien. Biza die de hand-off loopt met Quisenberry. En een tweemans spelletje probeert te spelen. Goed verdedigd door Prepelic. Pekkenkopf die... zelf gaat, maar ja, inderdaad, dat doet er heel goed, maar ik zag toch Dickerson ook nog een loppage vrij. Mooie bal. Dat heb je nodig. De jongens die aansluiten en ook scorend doorkomen. Heath, de Prebelic, Collins die een prima eerste helft heeft laten zien. Heeth die dat ook kan en die een lekker jumpetje hoor. Wat hij doet eigenlijk, hij dribbelt. Leest het goed, hoor. Hij dribbelt even, ja. En dan die 3 pasjes en dan dribbelt hij nog weer. Wat je zei, dat we even aan de thee gingen, dat vond hij wel grappig. Ja, Kuta dan had helemaal zijn eigen baas. Niemand stopt hem af. Dit is 32-48. Quisenberry. Die is goed uit de kleedkamer gekomen. En Chalois was zeker wel. Die eindigt een mooie wedstrijd. En, mooi floatertje hoor, van Tim Hoeven. Tim Hoeven die een keurige bal weer maakt. En Zwolle zo weer in ieder geval wat vertrouwen geeft. 7 punten voor hem. Pepperies, Heath. Hij had in de finale in de beker ook een paar mooie ballen hoor, Tim Hoeven. Ja, tweede helft, ja. Smalf. Oeh, dat is wel een lekkere schutter hoor, dat. Hey, die heeft weinig ruimte nodig. Ja. Aanvallend komt Zwolle er niet door, want Spiro staat gewoon goed te verdedigen. En de bal is alleen maar op de driepuntslijn geweest. En er komt dan ook een geforceerd schot van Koen, die wel raak gaat, gelukkig. Dus Koen Stolk die Collins die weer over de handoff komt. En dit is goed verdedigd van Zwolle. Veel gedribbel en de tweede turnover. En die komt dan waarschijnlijk aan het makkelijke leven van Quisenberry. Ja. En dan dus, gaat Chalois in de time-out, dat kan niet anders. Hij had gewoon gelijk door moeten lopen. Ja, Samersic. En nou, het is heel goed gespeeld hoor. Mooie paas van Prepelic op Heath. Van de Euro Offense. Back.
Ja, dat was in principe een goed schot. Maar daardoor zag je wel dat hij echt niet in de wedstrijd zat. Ja. Preppelic, Samardzic die goed in kwam snijden hoor. Een goede paas weer van Preppelic. Ja, die het verschil hier wel even maakt. Laat dat zien in het vierde kwart. Daar moet je het, is goed verdedigd door Quisenberry samen met Dickerson. Ik kan gaat ermee vandoor. Rijn, wil je nog wat zeggen? Of ga het je zal doen? Echt fysieker moeten worden. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Dickerson, die gelijk als iedereen komt weer het verschil maakt. Hè? Beide kanten. Die we gaan inside mismatch hier. Het is niet echt inside, maar Makwa die gaat 1-1 tegen Quisenberry. Die ziet hier al heel goed Kuta staan. Die bal niet kan finishen hoor. Wat is, ze gaat er heel vreemd in. Voor wie de score is, weet niemand. We gaan allemaal handjes de lucht in. Die staat er toch niet in? Ik dacht dat het Bolavi was. Oh, sorry. Adze is dat weer. Oeh, dat is een mooi blok hoor van Makwa. Ja, maar dat bedoel ik. Die jongen die beweegt aanvallende snel rebound, hoor, aanvallende rebound voor Dickerson die zich zeer heeft gedaan. En voornamelijk ook wel. Ja, dat doet hij veel. Dat doet hij wel goed dit jaar eigenlijk. Dat is een hele mooie drive van de van Quisenberry. Boom! Dat is wel echt heel erg rechtshandig georiënteerd. Hè? Dat zie ik nu. En nou moet hij die basket aanvallen. Die bal had terug moeten naar Biza, die stond helemaal vrij. Nu Tim Hoef voor een driepunter. En die dan? Gaat erin. Even goed gaan Landstede met de bal er vandoor. Quisenberry hier, die heeft het overzicht. Koen Stolk, goede driepunter en die gaat erin. Ja, daar is hij dan. Nee, Rijn. Dat klopt. Hier vindt weer de open man. Een Preppelic die niet gelijk schiet. En die vindt in Collins open man, die inderdaad stil is het tweede helft, maar hier weer een hele knappe bal maakt. Eerst al van die 12 punten, dus dit is de eerste score van 4 op 6 was hij eerste helft. En dit is echt een hele rare persoonlijke fout van Kuta, die makkelijk het doel krijgt. Ja, dat hebben ze inderdaad goed gescout, wat jij zei. Hij nog even terug op die pick-and-roll. Die hebben ze er helemaal uitgehaald. Ja, dit is goede paas hoor. Daarentegen. Niet, goed gezien. Biza die zat er te slapen. Dat is het. Jij zegt een goede paas, mee eens. Ja. Wie gaat het dan nu doen? Hè? Quisenberry heeft het net al geprobeerd, dus die geeft hem ook vast aan een ander. Nou, Biza zit er niet in. Pankov komt net van de bank. Doet het wel goed. Dit is wel zijn bal trouwens. Mooi, hè? Ja, mooie floater, maar ik snap... Veel gedribbel, wel zichzelf vrij gecreëerd met het schotje die altijd goed. Ik mag erover dat Biza niet weer gaat hatchen. Nee, we hebben wel een switch hier, waardoor er een mismatch gecreëerd is. Een hele grote kerel in Kuta. De pick-and-roll situatie is inderdaad killing voor Landstede. Quisenberry die komt over een stagger en Hoef aan de andere kant. Ze wilde eigenlijk naar Biza en side kijken, maar Kuta keek dat heel goed. En daar was Koen Stolk die toch nog open kwam. Het ziet er wel naar uit dat het die kant op gaat. Ik denk dat Terrence nog een verdwaalde driepunter in gaat gooien. Nee, die Stolk dan. Koen, die denkt van, nou doe ik het wel. Ja, die wordt dan topscorer van de wedstrijd, denk ik. Met 19 punten. Dat gelijk zichtbaar. Nee, dat klopt. Quisenberry dan. Ja, die had hij net ook mis. Nou, dan feliciteren wij hier